De regering zal uiterlijk eind december de onderhandelingen met de bauxietmaatschappij Suralco afronden. Dat zei waarnemend president Ashwin Adin tijdens de jaarrede in de Nationale Assemblee. Momenteel formuleren beide partijen een hoofdovereenkomst die moet leiden tot de definitieve beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst. Ook zullen zaken, specifieke zaken, in aparte overeenkomsten worden vastgelegd. Met name worden over energiekwesties, waaronder overname van de Afubaka waterkrachtcentrale, nadere afspraken over stroomlevering tussen partijen en milieuovereenkomsten voor de opruiming van milieuschadelijk afval en de rehabilitatie vanuit gemeende gebieden. Ik kan u verder mededelen dat voor wat betreft de Paranam faciliteit, inclusief haven, eerst de environmental clean-up conform de overeenkomsten ter zake zal worden gepleegd door de Suralco. Met betrekking tot de ontwikkeling van deze bauxietvoorraden in het Bakhuisgebied in West-Suriname zal eveneens een conceptovereenkomst worden aangeboden aan uw geacht college. Het is ons voornemen, mevrouw de voorzitter, om de onderhandeling met de Alcoa uiterlijk december 2017 af te ronden en de overeengekomen conceptovereenkomsten aan uw college ter goedkeuring aan te bieden. Om toch nog inkomsten uit de bauxietindustrie te halen, zal NV Grasalco een sleutelrol vervullen in de exploitatie van bauxiet door toekomstige multinationals, zei Adin. Het staatsmijnbouwbedrijf NV Grasalco krijgt in het dienstjaar 2018 meer mogelijkheden aangeboden om haar activiteiten op het gebied van exploratie en exploitatie uit te breiden. Zij, Grasalco NV, zal hierdoor meer perspectieven krijgen op rendement en groei. Daartoe zullen de strategische doelen van het bedrijf afgestemd worden op de nieuwe nationale aanpak van de ontwikkeling en de mijnbouwsector in Suriname. Grasalco zal in deze nieuwe aanpak een sleutelrol vervullen in de exploratie en de exploitatie door toekomstige multinationals die in Suriname in de bauxietindustrie zullen investeren. Aldus waarnemend president Ashwin Adin over de bauxietonderhandelingen tussen Suriname en Suralco.